Welkom bij Café Weltsmerz. Mijn naam is Erik van der Horst. 10 oktober jongstleden was Gideon van Meijeren bij ons te gast en hij sprak daar al onder andere over sadistisch ritueel misbruik, oftewel SRM. Um, van Meijeren lichtte toen in dat gesprek toe dat de Tweede Kamer unaniem een motie had aangenomen, waarin werd opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar dit misbruik. Het Ministerie van Justitie beloofde een onderzoek in te stellen. Maar, zo stelde het ministerie, wie dat onderzoek zou gaan uitvoeren, dat zou bepaald worden door het ministerie van Justitie. Bovendien zou de uitkomst van het onderzoek eerst met het ministerie gedeeld moeten worden voordat het naar buiten gebracht werd. Is dat onafhankelijk te noemen? Want, saillant detail is dat in de verdenkingen van sadistisch ritueel misbruik, hooggeplaatste ambtenaren van datzelfde ministerie van Justitie genoemd worden. Naar aanleiding van de uitzending ontving Café Weltschmaerts talloze reacties, waaronder die van mijn gast van vandaag, Aline Terpstra. Aline, hartelijk welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Um, laten we beginnen met de kijkers te vertellen wie jij bent. Want dan snappen ze waarschijnlijk ook waarom jij gereageerd hebt op mijn oproep. Oké, okay, dankjewel voor je welkom. Ik ben uh, Aline Taafstra. Ik ben uh, vrijgevestigd psycholoog, al een jaar of uh, 19. Um, en ik ben een jaar of twaalf geleden voor het eerst in aanraking, aanraking gekomen met uh, ritueel misbruik. Um, zoals de meeste behandelaren zoek je dat onderwerp niet op, nee. maar je rolt erin. Ja. Er komt een cliënt binnen en gaandeweg blijkt dat daar een hele verschrikkelijke geschiedenis achter zit. Dus zo ben ik met het onderwerp in aanraking gekomen. En een jaar of uh, vier geleden kwam uh, Esther op mijn pad, die niet alleen ritueel misbruikt bleek te zijn, maar nog steeds uh, betrokken was, uh, slachtoffer was van een netwerk waar ze prostitutie en porno werk moest doen en waar ze betrokken was in rituelen. Oké, okay. dus een heleboel informatie meteen al uh, vanaf de aftrap. Ja. Even een stap terug, je bent al 19 jaar vrijgevestigd psycholoog. Right. Wat houdt yeah. dat in, vrijgevestigd? Dat je een eigen praktijk hebt. Dus ik werk niet in een instelling, maar ik werk uh, in een samenwerkingsverband. Ja. En huisartsen verwijzen naar mij door. En uh, op die manier behandel ik mensen ja. vanuit uh, allerlei uh, problematiek. En twaalf ja. jaar geleden, iets meer dan twaalf jaar ja. geleden, uh, rolde jij in dit onderwerp. Ik ja. neem aan omdat er iemand bij jou ja. op de stoel kwam te zitten uh, die hierover vertelde. Exact. Had je toen meteen het gevoel: hier moet ik iets mee en. en uh, um, dit, 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 dit is een, een slachtoffer van iets heel ernstigs? Of, of had jij, zoals zoveel mensen dat hebben, twijfels? Ja, eh, het begint bij het laatste. Hè. Mm. Je, je wil eigenlijk niet dat het waar is. Want je hoort zulke gruwelijke dingen die niemand wil waar hebben. Ja. De gruwelijke dingen die met kinderen gebeuren. Um, maar ik kon er niet omheen. Dus je gaat uh, lezen, je gaat onderzoeken... en vooral je hebt iemand tegenover je... die uh, daar een heel integere wijze over vertelt. Een ja. heel waardige wijze. Dus ik moest me er wel in gaan verdiepen. Um, en dat werd nog een stuk uh, helderder... Toen, uh, toen ik moest gaan werken met iemand... die nog daadwerkelijk gevangen zat ja. in het netwerk. Want dan kom je voor de vraag te staan... hoe haal je iemand eruit? En dan heb je het over Esther. Ja. Um, Esther die uh, daar... daar heb je zeer regelmatig al, al zo'n 3,5 jaar contact mee? Mm -hmm. um, voordat we het uitgebreid over haar gaan hebben. Um, voor mij is dit onderwerp vrij nieuw. Um, Snap ik. En wat mij opvalt, is dat als je in, in je eigen omgeving um, hierover vertelt of vragen stelt. dat slachtoffers veelal worden weggezet als uh, aandachtzoekers of fantasten. Mm -hmm. Mm -hmm. um, heb je enig idee hoe dat komt? Uh, ja, het lijkt me de makkelijkste weg. Ja, als je uh, zelf niemand kent die erin zit en uh, het past zodanig niet in ons wereldbeeld, dat, mm -hmm. dat willen we niet geloven. Dat er zulke enorme sadistische uh, netwerken zijn die zo gruwelijke uh, mensen misbruiken. Dus dan is het de makkelijkste weg om het te ontkennen. Je zegt wat interessants, want het woord netwerk was nog niet gevallen. Mm -hmm. um, Klopt. Ik, dat, dat maakt het alweer groter dan wellicht de kijker tot nu toe dacht. Ja, dat um, zou kunnen. Wat beweegt deze netwerken? Want, want het ritueel, dat woord zit erin. Netwerken, wat, wat, wat zit erachter? Um, wat de meeste behandelaars, die werken maar deze... Nee, wat, wat ik eerst nog even op wil maken. Je zegt van, oké, okay, de gewone burger... Die uh, gooit dat het, het liefst. Uh, veel mensen geloven er niet in. Ja. Uh, dat kan alleen bij de gratie van het feit dat je niemand van dichtbij kent, is mijn stelling. Mm. Hè, want je ziet uh, dat als mensen een slachtoffer leren kennen en echt met de slachtoffer optrekken, ik zie dat ook om mij heen gebeuren, dan zie je dat is zo'n integer en geloofwaardig geheel dat mensen het wel gaan geloven. Volgens mij uh, zei Sanne Terlinger dat ook nog op die Argos-uitzending, dat de. de Mensen die optrekken met een slachtoffer eigenlijk over het algemeen geen enkele moeite hebben om te geloven ja. dat het waar is. Sanne Terlinge maakte uh, een serie voor de VPRO, um, ja. voor Argos. Um, zij werd ook genoemd, of in ieder geval in de uh, beschrijving uh, onder het uh, interview wat ik met Gideon had, wordt daarna verwezen. Ja. Um, ja, een belangrijke uitzending, omdat het duidelijk maakt dat Esther een van de vele is. Ja. Hè? Uh, Sanne had er 140. Uh, en we kunnen er rustig van uitgaan. Als je iets weet van de manier waarop deze mensen het zwijgen wordt opgelegd... en de uh, trauma's en martelingen die daar aan de grondslag liggen... dan is het al een wonder dat deze mensen gepraat hebben. Ja. Maar dan is er is nog een veel grotere groep die dat niet durft te doen. Ja. Ja. Gaan we het ook nog over hebben, overigens. Mm -hmm. Ik wil even terug op mijn vraag, want ja, het woord netwerk viel. Ja. Oh, ja. En um, als het een netwerk is, dan, dan, dan lijkt het me bijna evident... Dat er ook een, een, een doel achter zit of zo? Wat, wat, waarom, waarom doen mensen dit? Ik. Uh... Ik help geen daderdaders, maar slachtoffers. Dus ja, dat is een lastige <laughs> vraag. Yeah. Uh, maar een van de dingen die, die iedereen weet... is dat er een enorme hoeveelheid kinderporno op, de, op onze service staat in Nederland. Yeah. Bijvoorbeeld, hè, en wereldwijd. Dat, dat is gigantisch toegenomen, ook de afgelopen tientallen jaren. En dat is ook niet zomaar kinderporno. Er zit ook gruwelijk sadistische kinderporno bij. En die moet ergens gemaakt worden. Yeah. Uh, en het is wel naïef om te denken dat het allemaal op zolderkamertjes gemaakt wordt... door stand-alone uh, pedoseksuelen. Mm. Het ligt voor de hand, lijkt me, alleen al vanuit dat perspectief. Ja. Dat daar samengewerkt wordt. Dat daar netwerken achter zitten. En wat ik hoor en, uh, van slachtoffers van, ik noem het satanisch ritueel misbruik. Want dat kom ik tegen, dat is ook sadistisch. Maar er zit ook echt het satanistische stuk in. Uh, wat ik zelf hoor, maar wat ik ook hoor van behandelaars om me heen die daarmee werken. Is dat er eigenlijk twee, uh, twee lijnen zijn: de delen van de slachtoffers komen straks nog op. Persoonlijkheidsdelen. Uh, die worden uh, misbruikt in de porno-industrie en in het sekswerk en ook in het sadistische pornostuk. Mm -hmm. uh, die worden er ook helemaal in getraind. Uh, ja, ik zou bijna zeggen afgericht hè, om precies het gewenste gedrag te vertonen dat de gebruikers van, uh, van deze kinderen wensen. Het seksuele gedrag wat zij wensen. En uh, een ander persoonlijkheidsdeel wordt getraind om deel te nemen aan uh, satanische rituelen. Beide is, uh, beide is waar. Nu hebben wij elkaar al even gesproken voordat we dit, uh, dit gesprek starten. Mm -hmm. Dus ik weet waar je het over hebt. Mm -hmm. um, hoe, um, hoe maken we de termen sadistisch en satanisch uh, begrijpelijk voor de uh, luisteraar en kijker uh, zonder dat we ze gelijk uh, wegjagen? <laughs> Oké, okay. sadistisch is ook nodig? Dat is een bekend woord, denk ik. Maar als het gaat om sadistisch uh, seksueel misbruik, dan gaat het om misbruik waarbij de dader er een plezier in heeft om uh, um het slachtoffer te vernederen. Mm -hmm. uh, en een deel van de seksuele opwinding is het gevolg van het vernederen van het slachtoffer. Dus het gaat niet alleen om de seksuele bevrediging op zich, maar ook om de vernedering die daarmee gepaard moet gaan. Ja. Uh, en... en wanneer wordt het dan satanisch? Satanisch heeft te maken met de context waarin het gebeurt. Als het gebeurt in de setting van uh, ja, uh, bijeenkomsten waar Satan aanbeden wordt, mm -hmm. waar ook uh, rituelen worden uitgevoerd om Satan uh, uit te nodigen, uh, wat ook gepaard gaat met een bepaald gezang, met een bepaalde gewaden en ook met bepaalde offerrituelen. Dit, dit zal voor volg je heel nog? ja Ja, ik, ik volg je. En, en ik, ik, als je op deze stoel zit. dan is de rol dat je zoveel mogelijk verplaatst. In, ja. in de kijker en de luisteraar. En ik, ik, ik voel wel dat ik denk: van, volgen zij ons nog? Um, je mag me terugfluiten. <laughs> nou, ik, wellicht hebben we wat, wat meer duiding nodig. Want. Um, dit bestaat dus in Nederland. Ja, en niet alleen in Nederland. Ik noemde al Argos 140 mensen, maar als je de literatuur induikt, wat ik noodzakelijkerwijs moest doen, mm -hmm. eh, dan ontdek je tot je schrik dat hier best veel over geschreven is. Ja. Uh, en niet alleen in Nederland, ook in België, in Duitsland, in Amerika, in Canada, in Engeland. Er is best heel veel literatuur over. Er zijn allerlei onderzoeken geweest waar heel veel behandelaren zijn aangeschreven met de vraag of zij dit soort verhalen tegenkomen in hun ja. praktijk. En de aantallen zijn enorm. Het gaat niet om een paar hier of daar. Ik, ik noem het al even in de, in de, in de inleiding, of, of, of in het begin van ons gesprek, dat slachtoffers worden heel vaak niet serieus genomen. Mm -hmm. Daarnaast, um, weet ik van het gesprek dat wij al, al gehad hebben, is dat heel vaak slachtoffers ook geen, um, geen goede herinnering meer hebben aan wat hun is overkomen. Verwoord ik het dan verkeerd? Ja, dat is een complex stukje inderdaad. Ja. Ja, daar zou ik wel wat over willen zeggen, maar maak eerst je verhaal. Nee, nee, ga je ja. gang. Neem me maar over. Want dat, dat, ik, ik maak van het complexe stukje waarschijnlijk toch een rommeltje. Het is jouw vakgebied. Ja, nou dan moeten we eigenlijk denk ik een paar stappen terug doen. Mm -hmm. ja, want je geeft aan, uh, neem luisteraars mee. Hè. Dan beginnen we eigenlijk bij wat is nou trauma eigenlijk. Want uh, we hebben het natuurlijk over zeer traumatische uh, dingen die gebeuren met deze kinderen. Um, dus als een alledaags, ja, alledaags, in ieder geval een voorbeeld wat, bij, wat iedereen kan herkennen, denk ik. Is stel, je maakt een, een vreselijk ongeluk mee met ja. je vrouw of vriendin. Mm -hmm. ja? Dus jij zit in een auto en je uh, clasht tegen de, de vangrail. Je auto slaat over de kop. Uh, je vriendin hoor je schreeuwen, of je vrouw. En uh, je ziet een gapende wond in haar hoofd en dat ze bewusteloos valt. Uh, en jij bent ongedeerd. Nou, dan zie je vaak dat mensen uh, hun eigen emoties op dat moment even kunnen parkeren. Mm -hmm. Uh, gaan handelen. Ja. He, dus je belt 112, uh, je kijkt of je vrouw uit de, uit, de, uit de gordel kan krijgen, wat er nodig is om haar te helpen. Um, tegen de tijd dat jouw vrouw veilig en wel in goede handen is en voor haar gezocht wordt, ja, pas dan zie je vaak dat er eigen emoties uh, kunnen komen. Hè, de tranen kunnen komen of je gaat lo ineens lopen te shaken en te trillen. Ja. Of je ziet dan pas dat je, dat je een gapende vleeswond hebt. Of dat je zelf pijn hebt, ja. bijvoorbeeld. Ja. Zelfs dat kan, dat je eigen pijn tot dan toe helemaal niet gevoeld hebt. Hè, en als je s'nachts gaat slapen, heb je dikke kans dat je door nachtmerries wakker wordt gehouden... en opnieuw de knal hoort, hè, opnieuw die wond ineens ziet. En allerlei zintuigelijke waarnemingen die ja. je toen eigenlijk gemist hebt... dat die ineens wel je naar voor ogen staan. En wat er dan nodig is, is dat je dat verwerkt. Nou, dat doe je eigenlijk al door te dromen, en mm -hmm. door erover te praten, door mensen te vertellen. Uh, en gaandeweg krijgt alles wat gebeurt eigenlijk een plek. Ja. Als je trauma beleeft en dat wordt niet verwerkt en die emoties blijven in een diepvries zitten, uh, dan kan dat allerlei uh, gevolgen hebben voor een psyche. Hè? Mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer durven autorijden. Ja. Ik noem maar wat. Of mensen kunnen bij de minste of geringste tik die ze horen ineens. Enorm in paniek schieten omdat ze denken dat ze weer in die uh, autosituaties terechtkomen. Nou, dat is een uh, vrij eenvoudig voorbeeld. Dit kan ik volgen. Ja. En als je nou kijkt naar kinderen uh, die op jonge leeftijd in, um, hele ernstige traumas meemaken. Dus bijvoorbeeld, uh, je wordt uh, verkracht door je vader. Um, is dat niet in te passen eigenlijk in het beeld wat je van je vader hebt? Want als je zit met je vader aan tafel te eten. En diezelfde vader die komt s'nachts bij jou... en die doet hele pijnlijke en verschrikkelijke dingen... waar mm -hmm. je bijna niet eens woorden voor hebt. Ja. Dus dat past niet in het hoofd van het kind. En het kind heeft ook geen mogelijkheid om het te verwerken. Want deze he, gezinnen waarin dit soort dingen gebeuren... zijn vaak ook gezinnen, dat is ook al aangetoond door onderzoek... waar eh, emotionele verwaarlozing ook een grote rol speelt. Dus dat zijn oftewel het allemaal, geen warme gezinnen... Uh, geen ruimte voor uh, aanraking uh, en dat soort zaken. Is dat wat emotionele verwaarlozing inhoudt? Dat wil zeggen dat er geen. Uh, niet aangesloten wordt bij wat een kind nodig heeft. Ja, ja. Er is geen aandacht voor de behoeftes van het kind en ja, daar man. hoort onder andere aanraking bij. Ja. Ja. Uh, dus als een kind geen. mogelijk. als het in zo'n context plaatsvindt. is er de volgende ochtend geen moeder die zegt van. wat hoor ik nou? Wat heeft papa vannacht gedaan? He? Kom maar, dat eens vertellen. Dat is eigenlijk. Nou, dat komt eigenlijk niet voor. Nee. Um, en dan moeten dus die emoties die dit kind er ervaart, die gevoelens, de fysieke pijn, maar ook de, de, de afkeer, het onbegrip, de, de afschuw. Al die emoties die moeten eigenlijk bewaard blijven in dat kind zelf. Die slaat dat op. Ja. Volg je me? Ja, ik ben er nog. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, en wat dan uh, veel kinderen ontwikkelen, die op jonge leeftijd zulke ergens traumas meemaken, is uh, de dissociatieve identiteitsstoornis. En dat wil zeggen dat... Uh, Nog één keer, disinitiatief. Nee, dissociatieve oh, identiteitsstoornis. Ja? Ja. Afgekort tot dis. DIS. Vroeger, misschien meer bekend, werd dat de meervoudige persoonlijkheidsstoornis genoemd. Akkoord. Is hetzelfde, heeft een ander naampje gekregen. Ja. Um, Oké, okay, dus uh, veel kinderen die dit soort gruwelijk misbruik meemaken, die ontwikkelen DIS. En dat wil dus zeggen, ik noem het nu maar even DIS, voor mm -hmm. het gemak. ja. En dat wil zeggen dat de persoonlijkheid uh, de afschuw en de ernst van het trauma niet kan verdragen. En dat er een splitsing in de persoonlijkheid op, optreedt. Waarbij één persoonlijkheidsdeel uh, het trauma gaat uh, dragen. Mm -hmm. En het andere persoonlijkheidsdeel daar eigenlijk onwetend van blijft. Dus dan krijg je een deel van het kind die kent de vader zoals hij aan tafel is. En het andere deel die, gaat, uh, die kent vader op het moment dat vader aan het verkrachten is. En die twee. Uh, die, uh, daar kan een geheugenmuur tussen ontstaan. Waardoor het deel wat het gewone leven doet. werkelijk geen weet heeft van wat er uh, s'nachts gebeurt. Ik ga dit even proberen samen te vatten in mijn, uh, in mijn lekenhoofd. Om te kijken of ik je goed begrepen heb. Is het dan daadwerkelijk zo dat, dat, dat een kind, of, of welke persoon dan ook. schakelt tussen twee persoonlijkheidsdelen. en dat het, het, het ene deel niet bewust is van het bestaan van het andere deel? Mm -hmm. Uh, ja, kijk, je hebt zoals alle uh, psychische stoornissen heb je alles in gradaties. Mm -hmm. uh, uh, dus je hebt dis ook in gradaties. Akkoord. Uh, dus er kan ook een, een overgangsmoment zijn. Uh, dus dat, 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 dat deel A nog wel weet dat het pa binnenkomt, uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. En gaandeweg verdwijnt, afhankelijk van de ernst. Uh, maar als we de brug maken. Uh, want nu hebben we het nog over gewone dis, die spontaan ontstaat als gevolg van trauma, mm -hmm. uh, omdat vader uh, pedoseksueel is. Maar in dit geval gaan we er even vanuit niet. Omdat het doel van vader is een splitsing te creëren. Het is een gevoel. Ja. Snap je? Ja. Ah, uh, ik voel waar je heen gaat. Ja. Um, tot, tot nu toe is ook in principe is de hele behandelende GGZ hè, het hier redelijk over eens. In, in de GGZ kennen we de, de DSM-5, dat is het handboek van uh, psychiatrische diagnoses. Akkoord. Ah, Eén keer in de zoveel jaren geüpdate door. Uh, nou, ik geloof honderden mensen die zich daarmee bemoeien. En de dissociatieve identiteitsstoornis is daarin gewoon opgenomen als, uh, als diagnose. Oké, okay, dus daarover bestaat geen, nee, geen nee. twijfel of discussie? Nee, en daar staat ook bij aangegeven dat, dat, dat in, in, ik geloof dat ze 90% noemen, 90% van de gevallen uh, dat ze weten, is helder dat daar ernstig vroegkindelijk trauma aan ten grondslag ligt. Um, ja, er is een zijweggetje. Er is een groep wetenschappers die daar andere dingen over zegt, maar dat is misschien voor een ander moment. Ja, gaan we het over hebben. Ik, ja. ik denk dat ik weet waar je, waar je naartoe wilde. Oké, okay, maar dat ontbreekt even ja. dit betoog. Ja. We hadden het dus over spontaan hè, ontstaan het is, maar daarnaast heb je dus ook, is, bestaat er dus ook dis. komen wij tegen in de behandelwerkelijkheid mm -hmm. die expres gecreëerd uh, blijkt te zijn, kan ik wel zeggen. Oké, okay. en moet ik me dan voorstellen, ik weet zeker dat je het zo gaat vertellen, maar dan worden er trauma's bewust gecreëerd, ja. zodat er afsplitsing plaatsvindt bij het slachtoffer? exact. Ja. Oké. Okay. Ja, en zodat, uh, ik ga dat even tekenen, vind je dat goed? Ja, ja, graag. Want ik heb er even ja. over nagedacht hoe ik dat uit kan leggen. <tie> En ja, misschien dat de tekening kan helpen. Ik pak even kleurtjes erbij. Ja. <laughs> en dat is een hele vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is veel complexer. Teken het nu maar voor mij. Wij zorgen dat dat straks in de edit keurig ook voor de kijkers uh, okay. in beeld komt. Dat is verder jullie. Dat, ja. dat, dat, dat gaan we allemaal daarna doen. Jullie afdeling. <laughs> <laughs> um, ja, vereenvoudigd, hè? maar even voor, voor dit idee. Dus we hebben een persoon. En die noemen we even Merel. En die leeft in een gezin uh, wat niet overloopt van warmte en, en liefde. He, waar uh, rijkelijk alcohol vloeit. Ja. Dingen die uh, voor iedereen uh, te zien zijn aan de buitenkant. Maar wat niet te zien is aan de buitenkant, is dat meer op enig moment, zij moet heel vaak weekenden bij haar oma zijn, uh, verkracht wordt door opa. He, ik heb je net uitgelegd, he, dat kan dus betekenen dat een persoonlijkheidsdeel zich afsplitst. Ja. En het ene deel vindt opa lief en het andere deel Precies. heeft in de gaten dat opa dingen doet die niet horen. Exact. Nou, dat is nog maar zacht uitgedrukt. Hè? Ja, ik, ik hou me... Die, ja. 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 Ik vind het erg genoeg. Dus. Ja. En, um, nou, daar ontstaat een nieuw deel. En als het gaat dus om uh, geprogrammeerde... Dus ik spreek hier over een situatie die dus expres opgezet is met het doel om het kind te splitsen. Dan krijgt dat deel ook een naam van opa. Want op die manier... Oké, okay. dus daders geven... Maar dan moeten de dus ook herkennen dat er een splitsing plaatsvindt? Ja. Oké. Okay. Ja. ja, daar hebben zij een hoop in geleerd. Dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver. Ja, klopt. Dus dan is er een deel erna die ontstaan is. Uh, en als vervolgens dat deel erna, op het moment dat die al aanwezig is... He, mm -hmm. dus dan is er al misbruik plaats. En er vindt ander andersoortig misbruik plaats... waar erna nog niet mee heeft leren omgaan. Bijvoorbeeld door een andere dader... die ook voor haar een emotionele hechtingsband mm -hmm. heeft... Dus laten we zeggen een oom. Dus opnieuw een doorbreking van de ervaren veiligheid die er is. Een totale nieuwe oom komt er ineens tevoorschijn. Die Vreed misbruikt. Dan vindt er in Erna opnieuw een splitsing plaats. En dan krijgen we bijvoorbeeld... Nou, we noemen haar Rachel. En die krijgt... Als ik het goed begrijp... Ik heb tot nu toe gedacht dat de splitsing... Dus in de kern heb je Erik. En dat daar... Verschillende persoonlijkheidsdelen omheen ontstaan. Maar het gaat dus ook over verschillende. Lage en ja, verschillende, verschillende niveaus. En ja, dus je maar komt dit steeds is verder lage. van je eigen ja. naamdeel af te staan. Ja. Wat, dat is volgens mij hoe het heet, heb ik geleerd. Hè? Je ja. naamdeel. Dat, ja, dat noem ik. Dat, ja, oh, dat noem jij deel. dat, ja, okay. ja, dat is, Ik heb het op de website gelezen, ja. waar we straks ook uh, nog naar Klopt, gaan verwijzen. Inderdaad. Ja, Ja, en ik uh, uh, nou, dan, dan, dan zal nog één laag noemen. Hè. En, 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 en ratio bijvoorbeeld. Dus op het moment dat dit deel er is, dan is er al behoorlijk wat trauma weer aan de hand, opnieuw mm. gecreëerd. En er komt een nieuw trauma, wat voor haar ook nieuw is en niet te bevatten. He, bijvoorbeeld, he, en dat is vaak de start van het, het deel wat de rituelen moet gaan dragen. Uh, het moeten doden van een dier. Uh, vaak een huisdier waar het kind aan gehecht is. En die wordt dan onder dwang geleerd met eigen handen uh, daar het mes in te steken en het om te brengen. Nou, je kan je voorstellen dat een kinderziel daar een stuk aan gaat. Ja, niet, ja, niet alleen een kinderziel. Uh... Mensenziel, ja. Hier hebben we het over een kinderziel. Maar hebben we het dan... Is, dat, is dat, dat van het dier gaan houden, is dat ook onderdeel geweest? Ja. Van, dat, dat is ook ja. dus eigenlijk gestimuleerd ja. om vervolgens ja. erop aan te sturen dat het kind dat dier Excellent. moet doden, om ja. weer een, een, een laag te. Ja. ja, er wordt heel veel met hechting ges, ge, ge, gemanipuleerd: aan, aan mensen en, en ook aan dieren. En dan, want dan is de emotionele lading veel groter. Hè? Als jij een willekeurig konijn bij de oren pakt. Is dat al verschrikkelijk om mm. je te moeten doden als je uh, vijf bent, noem maar wat. Maar als dat je eigen poes is, waar ja. je jarenlang mee geknuffeld hebt, komt dat veel harder aan. En dat is expres de bedoeling, want dan is het trauma ernstiger en dan krijg je een makkelijker splitsing. En dit gebeurt met kinderen. Ja, dat moet ook. Voor het zesde levensjaar is een beetje het idee in de behandelwereld, omdat dan het brein nog niet nog volop in ontwikkeling is. En dan uh, Dis kan ontstaan waarbij er echt geheugenmuren zijn tussen de verschillende delen. Dus de verschillende delen uh, echt zich niet bewust zijn van elkaars herinneringen of maar ten dele bewust. Is hierover ook consensus binnen de wetenschap dat, dat, het, dat het zo ver gaat? Uh, dit binnen, staat niet in de dit. DSM. Uh, DSM? Uh, DSM 5, dat handboek. Internationaal ja, handboek. Uh, diagnostic... Uh, Oeh, goede Ja, maar, sorry. Uh, uh, <laughs> dat gebruik ik zo vaak ja. dat ik de afkorting nee, niet meer Nee, prima. Dat is een hele bekende. Geeft niet. Maar uh, dit gaat wel heel ver, hè? Ja. Uh, nee, vroeg is hier consensus over. In Nederland is voor het eerst pas in januari dit jaar een, een zorgstandaard ontwikkeld. Mm -hmm. Überhaupt voor dissociatieve identiteitsstoornis. Um, daarin wordt dit geloof ik in twee zinnen benoemd, dat, dat, dat er situaties zijn... Uh, het komt voor. Dat, ja, ik ja. weet niet eens meer hoe het er staat, maar echt heel, heel erg weinig. Dus dat is heel summier, Maar als je kijkt in de uh, geschreven... Ik heb één boek meegenomen, dit boek bijvoorbeeld. Dat is een paar jaar geleden verschenen. Laat het maar even zien, dan hou ik het even omhoog voor de... Oh, dan gaan we naar die kant. Dat is eigenlijk het eerste, het is Engelstalig. Het eerste boek wat geschreven is, uitgebreid. Healing the Unimaginable. Ja. Ja, waar dit heel uitgebreid ook wordt uh, uitgelegd door iemand die heel veel cliënten ook hiermee gezien heeft. Maar er is dus veel meer over geschreven. Alison Miller heb ik ook op de website voorbij zien komen. Hè. Dus ja, klopt. We ja. gaan naar de website verwijzen in de tekst bij dit interview. Um. Ja, dus, dus um, consensus, niet in die zin dat het in het standaard handboek staat, maar het wordt heel veel uh, beschreven op allerlei manieren. Ja. Waarom? Nou, waarom? Uh, Zo'n deel wordt niet alleen uh, gecreëerd, maar wordt vervolgens getraind voor een taak. Mm -hmm. Daar gaat het om, hè? Dus het Rachel-deel, bijvoorbeeld, die wordt getraind voor uh, porno en prostitutie. En met getraind bedoel ik dan ook echt... Uh, ja, afgericht is denk ik het beste woord. Uh, dus die krijgt precies... Um, prostitutie, ik kan het niet, niet <laughs> uh, Die uh, gaat leren hoe zij zich moet gedragen om de uh, verschillende wensen van de verschillende... Uh, Klanten. Ja, ik haat het woord. Ja, maar dat is wat het proces is. Toch ja, misbruikers. Ja, ja. ja klant vind ik een heel, ja, een erg, heel ja. misleidende term. Dat ja, ik ben het met je eens ja, sorry. Um, uh, Om die inderdaad van, de, van dienst te zijn. Dus wat de verschillende seksuele voorkeuren zijn, hoe je mensen daarin moet bevredigen, enzovoort. Dus die leert dat die wordt daarin afgericht en de krijgt, die krijgt straf als het niet goed genoeg is. Ja, dat is belangrijk om te weten voor mensen die porno kijken. Mm -hmm. ik, uh, ik zie ook wel eens. Uh, uh, gewoon echt paren waar iemand porno van kijkt. En dan hoor je wel eens van. Hè, als ik naar die pornofilmpjes kijk, die vrouwen vinden het allemaal wel leuk. Maar dan moet je je even afvragen. Dat hoeft dus niet zo te zijn. Nee, tegendeel. Dat, dan, dan, maar, dat, dat, maar dat naamdeel. Of, of, hoe weet nee, je dat nou? Ik, ik zeg naamdeel, dat klopt. N dit niet. is het naamdeel. Ja. Met, met deze afsplitsing. Die heeft helemaal geleerd wat zij moet doen. En ook om daar zo bij te kijken als het hoort. Maar die afsplitsing geniet er niet van. Ze kan dat heel goed fijn zijn. Ja, ja, ja. 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 ja, en er zit nog meer complexiteit aan. Dat, want, ja, we moeten het misschien niet, nee, te, moeilijk het niet maken, te moeilijk want dit, maken. Dit is al best heftig. Daarom. Dus laten we even dit afmaken. En dan hebben we bijvoorbeeld deel Sarah, heb ik hier. En die wordt getraind hè, om de rituelen bij te wonen. Hè, om, uh, nou, het begon met een dier, hè, maar ook daar uh, in de offerrituelen mee te doen. Mm -hmm. En een van de dingen die dan zo'n deel. Uh, um, gevangen houdt, is uh, mededader gemaakt worden. Dat is wel een van de kerntechnieken uh, die dit soort netwerken gebruiken... om deze kinderen al van heel jongs af aan helemaal verstrikt te maken. Want ze doen het zelf toch immers ook. Is dit het sadistisch, dan wel satanisch ritueel misbruik? Even, en dan heb ik het even over, dus over, over in hoofdlijnen waar uh, het onderzoek... Na moet plaatsvinden, waarover in de Tweede Kamer een motie is aangenomen. Ja. Dat het moet plaatsvinden. Ja, dit zijn de mensen hè, die we willen horen. Zij, uh, um, zij hebben ons heel veel te vertellen. Ja. Uh, zij kunnen geen kant op. Je noemde. Uh, net al even dat de huidige commissie niet onafhankelijk is van justitie. Mm -hmm. nou, je noemde ook al dat er in dit circuit uh, namen voorbij komen. Juist ook van hoge ambtenaren van justitie, maar ja. ook andere ambtenaren, mensen uit wetenschap en dergelijke. Maar het gaat nu even om dat justitiestuk. Ja, dan kan justitie dat onderzoek zelf niet doen. Nou, ik wil het nog wel iets breder trekken. Want de afgelopen weken, hè, na het gesprek met Gietion, is mij van alles uh, ter oren gekomen waar, waarvan ik van verbazing in verbazing viel. Um, en jij weet hier meer van dan ik, dus, dus corrigeer me als ik dingen verkeerd zeg. Mm -hmm. Wat ik begrepen heb, is dat als er bij de politie aangifte wordt gedaan van zaken die lijken op misbruik, mm -hmm. op ritueel misbruik. Mm -hmm. dan moeten die zaken worden overgegeven aan een speciale afdeling binnen het politieapparaat. En dat heet het LEBZ. Iets genuanceerder? Oké, okay, graag. Um, Nuanceer het. Ja, uh, de LEBZ is in het leven geroepen uh, in 19. In 1994 is een onderzoeksrapport verschenen in Nederland, ook door de overheid, over uh, dit soort zaken. Daar is kort gezegd uitgekomen. Uh, we horen verschrikkelijke verhalen, maar we weten niet of het waar is. En mm -hmm. er is meer onderzoek nodig. Ja. Nou, dat onderzoek is er nooit gekomen. Uh, maar wel eens een paar jaar later is dat Landelijk Expertisebureau Bijzondere Zedenzaken opgericht, het LBZ. Uh, en um, dat was een adviesorgaan. Dus inderdaad, zaken met rituele kenmerken moest, moesten. Uh, um, er moest geadviseerd worden dan door het LEBZ in ja. het opsporingsonderzoek. Dat is een aantal jaren geleden losgelaten. Uh, dus dat is niet meer verplicht. Oké. Okay. Ja. Maar dat was het wel. Oh, ja. oké. Okay. Dat is ja. niet geval goed om te horen. Dat want, is even de nuance. Ja. Uh, dan is het ook niet zo heel relevant. Maar als je gaat kijken wat de doelstelling van het LEBZ was. Dat was dus een van de verbazingen. Het is wel heel relevant, hè? Ja, oké. Okay, want, want kijk, gewoon de politiemensen die dit tegenkomen. Die denken, dit is my far too much and too high. Ja, oh, Gelukkig maar... hebben wij een expertgroep. Ja. Uh, dus uh, laten we dat vooral doorschuiven. Ja, en, en, ja. en kijkende naar de doelstelling van het LABZ, dan valt je mond open. Want ja. de doelstelling, zo staat het echt omschreven, is om onterechtige beschuldigingen te, te voorkomen. Ja. Dus de mogelijke daders worden in bescherming genomen mm -hmm. in plaats van de mogelijke slachtoffers. Ja. Klopt. Ja. Dat klopt. En dat is een van de redenen. Hè? Veel slachtoffers uh, hebben slechte ervaring met LBZ. Daar zijn mm -hmm. ook uh, veel meer verhalen van bekend. Dat is een van de dingen waarom de weg naar justitie. Uh, eigenlijk wat dicht zit voor mensen. We hebben de zaak uh, van het meisje Lisa. Ja. Uh, hier misschien ook al eens aan de orde geweest. Uh, die een aantal jaren geleden gespeeld heeft en die tot op heden, dat is ook een meisje die vertelt over dit soort zaken, ritueelmisbruik, in een uh, bos uh, met een baby die overleden is. En tot op heden is dat niet uh, door de rechter onderzocht. Het nee. is in een vroeg stadium geseponeerd. Nu dat toch zegt, we hebben net al even uh, uh, genoemd dat er hooggeplaatste ambtenaren worden genoemd in. Uh, Um, ja, laat ik het maar beschuldigingen noemen mm -hmm. uh, van slachtoffers. Uh, maar dat, dat, daar blijft het niet bij. Mm -hmm. Daar zitten ook mensen die hooggeplaatst uh, zijn... binnen het politieapparaat worden mm -hmm. genoemd, uh, binnen de rechtelijke macht. Um, uh, op hoge functies in het bedrijfsleven. Mm -hmm. um, en nogmaals, ik wil het zo objectief mogelijk houden... maar het heeft er alle schijn van mm -hmm. dat er een systeem als dit... Uh, waar mocht zijn, dan lijkt er een systeem te zijn wat. Uh, waarheidsvinding totaal in de weg staat. Mm -hmm. Nou ja, dat is een heel goed punt. En wat wij als samenleving moeten doen, op zijn minst voor deze slachtoffers, is een plek creëren waar ze vrij uit kunnen spreken, eindelijk. Die is er niet, hè? Die is er niet. Het kan niet bij politie en justitie. Uh, dat is geen weg. Maar uh, om dezelfde reden die ik net noem... omdat, omdat het dan bij mensen mogelijk terechtkomen. Ja, dat is, één. dat is één. Dus steeds keer op keer wordt toch de schijn gewekt dat zaken getorpedeerd worden. Laat ik het zo zeggen. Ja. Daar is de zaak van Lisa er één van, maar er zijn er meer te noemen. Daarnaast is het überhaupt al heel moeilijk voor mensen om met politie en justitie te gaan praten. Want mensen als bijvoorbeeld Merel worden ook gemarteld door mensen in politieuniformen. Dus er zit ook heel veel trauma's rond politie. Dus aan alle kanten... Is het praten aan die kant okay. heel lastig. Dus ook daar wordt bewust op de psyche ja. ingespeeld. Ja, zodat het vertrouwen angst in angst voor uniformen. Oh, okay. ja. En dat zijn ja. dan, dat nou ja, dat kunnen echten zijn of uh, verkleden. Maar het effect is er niet minder om. Ja. En het derde wat ik nog noemen wil, hè, minister Grapperhaus zei laatst, ik weet niet wie dat gezien heeft, in het commissiedebat Justitie en Veiligheid, toen Gideon dat inderdaad noemde, ja. over dat onafhankelijke onderzoek, hij zei van nou noem dan man en paard. Hè. Mm -hmm. Als je het hebt over pedoseksuele misdrijven, hè, noem het beestje bij de naam, desnoods op een zeepkistje. Mm. Uh, dus je zou nog kunnen zeggen, goh waarom spreken slachtoffers zich niet uit over een zeepkistje? Ja, ten eerste is dat enorm veel gevraagd, natuurlijk, voor mensen die uit zo'n traumatisch verleden komen. Maar nog los daarvan, hè, er zijn mensen die dat doen. En dan zie je, als je daar man een paard gaat noemen en namen gaat noemen. dan word je beschuldigd van last en smaad. Ja. En dan uh, loopt het niet goed met je af. Dus die weg uh, staat ook niet open voor slachtoffers. En daarom hè, vind ik eh, met mij een hele behandelersgroep dat de onafhankelijkheid van het onderzoek zo belangrijk is. Want er moet een plek komen wij hebben als samenleving de verplichting om een plek te creëren waar mensen met dit soort verhalen hun, uh, 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 vrij uit kunnen spreken ja. Ja, en veilig kunnen spreken. Uh, wil je iets ja. stellen over de brandbrief? Uh, ja. Um. Ja, we hebben als, als psychologen een groep mensen die, met wie ik daarin samenwerk. Uh, hebben wij een brief geschreven aan uh, de Tweede Kamer. Waarin wij aangeven dat wij uh, de huidige commissie die nu is aangesteld. Op grond van de eerste motie. Niet uh, onafhankelijk achten. En voornamelijk dat uh, veel slachtoffers daarin geen vertrouwen hebben. En dan hebben we het over de commissie zoals ik hem net schetste. Hè? Commissie Hendricks, ja. ja uh, en ik herhaal het nog even voor de duidelijkheid. Mm -hmm. Dat is dus een commissie die is aangesteld door het ministerie van Justitie. Mm -hmm. En de uitslag van het onderzoek moet ook eerst langs het ministerie van Justitie. Terwijl nou juist binnen dat ministerie mogelijk... Mm -hmm. uh, in ieder geval namen genoemd worden van mm -hmm. mensen die mogelijk tot de dadergroep behoren. Ja, dat maakt dat het niet veilig is voor slachtoffers. Ja, precies. Dus nog los van de vraag of het waar is of niet, die exact. hoeven we niet te beantwoorden. Ja. Het is voor slachtoffers volstrekt onveilig. is ook veilig... niet aan ons, hè? Nee, want het is onveilig om te gaan praten in een setting hè, waar, uh, waar een top van justitie uh, inbrengen heeft, ja. die, die niet vertrouwd wordt. Hoe ziet, een, ja. hoe ziet een, 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 uh, een onderzoekscommissie er dan uit? Want als het klopt dat, um, dat dit misbruik op allerlei lagen binnen allerlei organisaties en structuren voorkomt, wat is dan een veilige omgeving? Mm -hmm. Um, wat, wat wij als een van de belangrijkste punten genoemd hebben. We hebben een heel lijstje genoemd uh, van dingen die belangrijk zijn voor de onafhankelijkheid van een commissie. Zo onafhankelijk mogelijk. En een van de belangrijkste punten daarin is dat slachtoffers uh, betrokken worden bij de mensen die in de commissie worden gezet. En dat wil niet zeggen dat zij die mensen moeten kiezen. Nee. Dat hoeft niet. Maar zij moeten wel uh, die mensen kunnen screenen. Hè? Dus. Um, dat wil zeggen bijvoorbeeld hè, dat uh, vier mensen worden voorgedragen of zijn in, in gedachten zijn om voor die commissie te worden gevraagd. En dus dan, dan stellen wij voor dat er een panel is van slachtoffers, uh, los van elkaar, niet samen. Mm -hmm. uh, slachtoffers van mama weten dat zij uh, voldoende vers zijn in hun verwerkingsproces om uh, te kunnen meehelpen. Ja. En dan uh, kunnen wij die aan hen voorleggen, hè. bijvoorbeeld de gezichten aan hen voorleggen. Dat kun je eventueel wel mixen met andere gezichten. Uh, en checken of die herkend worden. Ja. En, of die, en voornamelijk of die vertrouwd worden. Want het hoeft nog niet eens te zeggen. Uh, iemand kan zelf niet in, een, in het netwerk zitten of niet verdacht worden door slachtoffers, maar als die wel geconnect is. Uh, dikke vriendjes en met iemand die wel uh, 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 door slachtoffers ja. herkend wordt, dan is het ook iemand met wie niet gepraat durft ja. te worden. Dus het gaat om het cruciale punt: is vertrouwen. Hè? Ja. Wij moeten een commissie maken waar slachtoffers vertrouwen in hebben. En het gaat er niet om wat wij vinden of wat, uh, wat wie dan ook vindt, maar slachtoffers moeten mee kunnen denken uh, dat er een commissie komt waarin ja. vertrouwen is. Dat is het cruciaal. Um, als ik het juist heb, ligt er een nieuwe motie uh, in de Kamer uh, die hiertoe oproept. Mm -hmm. Of nou exact, zoals mm -hmm. jij het nu schetst, dat weet ik niet. Mm -hmm. uh, die motie die uh, staat op de agenda om binnenkort behandeld te worden. Heb jij de, toevallig de datum, de meest actuele datum? Want hij verschuift steeds. Hij verschuift steeds, ja. ja. Nou, het meest recente wat ik begreep is dat hij volgende week nu wordt ingediend, maar ik geloof dat hij een keer op drie is verschoven. Ja, dus, ja. klopt. Um, dus, dus wellicht laat dan dit gesprek in ieder geval ertoe bijdragen dat niet alleen de Kamer, maar ook uh, wij die afhankelijk zijn wat er, van wat er in die Kamer en in het ja. kabinet wordt besloten, gaan inzien uh, dat een onafhankelijk onderzoek uh, niet is, zoals het nu wordt voorgesteld door de Commissie of door, door, door het Ministerie van Justitie. Ja. En wat, wat mij uh, verbaast, is dat, dat het onderzoek niet meteen uh, zo is. Gevormd zoals jij dat nu schetst. Want wat zou iemand er überhaupt voor baat bij kunnen hebben om te zeggen: nee, nee, de uitslag moet eerst langs ons en dan gaan wij dat ja. met een zwart stiftje, helemaal donker zwart kleuren. Ja. Um, ja, en we hebben als behandelaarsgroep ook al voorafgaand aan de installering van deze commissie keer op keer aangegeven, we hebben vijf brieven geschreven, wat er nodig zou zijn om mm -hmm. vertrouwen te krijgen bij slachtoffers en dat is genegeerd. Ja. Dus het was niet zo dat het niet bekend was, het um, was wel degelijk bekend. Wat er nodig is. Ja, en ja. nu, nu kan ik de speculatieve vraag stellen van waarom wordt genegeerd, maar dat, dat, dat hebben wij op. Nee, bij. dan moet je bij iemand nee, anders zijn. Ja. Ja. Um, ik denk dat we over het onderwerp DIS. Uh, trouwens, daar wil ik nog wel even op terugkomen. Voordat ik, uh, je, je noemde aan het begin van het gesprek al even dat er uh, verschillende manieren uh, zijn toegepast om. Uh, de slachtoffers ook in een. In, zeg maar even een kwaad daglicht te stellen. Mm -hmm. En uh, je vertelde mij vorige keer dat in de jaren 80, 90, mm -hmm. weet je waar ik heen wil? Mm -hmm. uh, pak hem even over van me. Want ik heb het niet meer helemaal helder, maar ik vond het wel uh, 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 typerend mm -hmm. voor hoe de publieke opinie uh, beïnvloed wordt. Ja. Nou ja, dan kan ik misschien het vervolg op dit, uh, uh, dit verhaal nog even tekenen. Um. He, er wordt dus doelbewust uh, dis gecreëerd... Ja. waarbij uh, geheugenmuren zijn tussen de verschillende delen. Uh, en dat betekent ook als je bijvoorbeeld... Um, uh, als we even in de kinderleeftijd blijven... Hè, als je de, de dag, uh, een dag uit het leven van Merel zou tekenen... als je ja. het weekend bij haar opa op bezoek is... Hè, dan krijg je bijvoorbeeld eerst dat, um, dat Merel aankomt. Er wordt uh, koffie uh, of een halve uh, raja gedronken. En het lijkt even heel gezellig te zijn. En op het moment dat er een... Uh, uh, een glas water omvalt, noem maar wat, wordt opa woedend. Nou, wat gebeurt er? Dan, kom, dan komt er een ander deel. Deel erna. Die komt het overnemen om de hoede van opa te dragen. En die wordt bijvoorbeeld uh, urenlang opgesloten in een kast. Want dat is ook onderdeel van de traumatisering en de training. He? Als er uit de kast gehaald is en het kindje zit weer aan tafel, komt het middel weer terug. Mm. En vervolgens komt de bezoek. Um, van twee mannen. En wordt meer dan meegenomen naar de schuur. Nou, dan komt uh, deel uh, uh, Rachel. Ik geef neem de verkeerde kleur. Komt het overnemen. Want die hè, is getraind voor het porno en prostitutiewerk. Die moet er allemaal gruwelijke dingen onder gaan. En tot het moment dat zij gewassen en weer aangekleed is. Hè, dan krijgen we het avondeten. Hè, en uh, s'avonds... Ja, wordt uh, Sarah van haar bed gelicht en krijgen we kultbezoek, uh, bijvoorbeeld, Meer Merel wordt van haar bed gelicht. Uh, Merel, ja, klopt. Maar deel Sarah neemt het over. Ja, ja, ja. ja. En wat krijg je dan? Je dus let, let op, het... hè? zie je dat? Ja, je let heel goed op. Dank je wel. Ja. Ja. Het was even een test, hè? Ja. Ja. Uh, maar je ziet dat het leven van Merel, hè, dus de, de naamdrager noem ik het even, dat heeft uh, gaten. Ja. Hè, deze uren mist zij, deze uren mist zij, deze uren mist zij. He, dus als ik het even in jou verplaats... He, op dit moment zit jij hier, stel je voor je hebt dis... Mm -hmm. en er gebeurt nu iets wat jou uh, verschrikkelijk triggert... dan is ineens jouw... je gaat naar een ander bewustzijnsdeel... en je komt pas weer terug als je morgenochtend wakker wordt. En, en dan is... want he, het is vandaag uh, dinsdag volgens mij... Ja, dan is de dinsdagavond weg ja. uit, mijn, uit mijn leven. En je hebt echt geen idee wat daar gebeurd is. Ja. Ja. Uh, dit, ja, dit is essentieel voor dis. Um, en dat maakt ook dat... Uh, um, dat als jij iemand met dit spreekt, dan is het even belangrijk om te weten met wie je aan het praten bent. Uh, om te weten welke geheugeninhoud er eigenlijk beschikbaar is. De tegenpartij, noem ik ze maar even, mm -hmm. misbruikt mm -hmm. dit fenomeen om ja. slachtoffers ongeloofwaardig ja. Ja. Uh, te maken. Want al die gekke geheugengaten, dat, dat kan toch weinig uh, betrouwbaars opleveren. Mm -hmm. Ja, precies. Waar ik, waar ik net op doelde, die, die hebben we nog niet gepakt... er is een onderzoekscommissie geweest en ik meen dat dat in de jaren negentig was. Ja, die noemde ik net. 1994. 94. Ja. Hoe heette die ook alweer? De, er staat volgens mij bekend als de commissie Hulsenbeck. Oké. Okay. Ja. En die, die waren toch er toch ook op uit om, om aan te tonen dat... Dat, um... Nee, je bedoelt de False Memory Movement. Dat, was dat is in Amerika. Dat was hem, dankjewel. Ja, ja. nee, dat onderzoek is in Nederland geweest, dat we net noemden. Maar het parallel daarmee, daar begon het volgens mij, was dat er in Amerika heel veel aangekritten kwamen van ritueel misbruik. En die bedoelde ik de False ja. Memory Movement? En ja. toen is daar de False Memory Movement opgericht. Uh, dat is opgericht door ouders die beschuldigd werden uh, van uh, misbruik door hun dochter. En daar hebben allerlei wetenschappers en zelfs pseudowetenschappers bij aangehaakt. Uh, en uh, die, um, die hebben de wetenschappelijke wereld een hele beweging op gang gebracht eigenlijk. Die, uh, die beweren dus dat de herinneringen onbetrouwbaar zijn ja. van deze doelgroep. Ja, daar doe ja, je op. En, en, en die, die, die groep die is ook overgewaaid naar allerlei andere westerse landen, heeft allerlei afdelingen gekregen. En uh, als je kijkt naar de mensen die uh, het LEBZ zitten, veel daarvan, die, die, die zitten helemaal tegen die beweging eigenlijk aan. En in die wetenschappelijke hoek is eigenlijk uh, onderzoek gedaan uh, naar gezonde proefpersonen, vaak. Naar herinneringen en de conclusies daaruit zijn toegepast op mensen met zo'n verleden. Juist. En dat is uiteraard veel te korter de bocht. Ja, ja. en nu, nu lijkt het wellicht, want ik, ik merk best wel dat dat ook is hoe ik er uh, na uh, uh, deze, wat zijn we nu twee weken, uh, naar nou, kijk. Het lijkt wellicht alsof ik heel erg bezig ben met te, 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 te proberen aan te tonen dat. Uh, de wijze waarop onderzoeken plaatsvinden en de wijze waarop de wetenschap wordt misbruikt, um, zijn gemaakt om ons uh, te misleiden. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat is niet waarom, waarom wij hier zitten. Want volgens mij sluit het dan uit als het niet zo is, of mm -hmm. toon aan dat het bestaat als het wel zo is. En mm -hmm. dat is waar het onderzoek ja. zo belangrijk voor is. Volgens ja. mij, waarom wij hier zitten, is om, om ook gewoon op te roepen om een echt onafhankelijk onderzoek toe te staan. Dat. Met wat mij betreft de voorwaarden zoals omschreven in die brandbrief. Heel graag, ja. Want wij willen dat mensen als, hè, als, uh, als Esther, maar hè, dat die 140 nog een keer kunnen praten. Ja. Uh, en en ons, misschien uh, wel veel meer. Ja, graag meer. Ja. Ja. Ja, en dan moeten we dus zorgen dat we een plek hebben waar ze de durven ja. ja. Zijn we iets vergeten, Alina, in dit gesprek? Ja, er is nog heel veel te vertellen. <laughs> um, uh, eens even kijken. Wind, je noemde net uh, dat uh, mensen belachelijk worden gemaakt in de media. Dat is ook werkelijk zo. Uh, bijvoorbeeld, naar aanleiding van het onderzoek van Argos. Hè, was er een van de rechtspsychologen. die uh, de slachtoffers maar rare knakkers noemde. Met mm. verzonnen verhalen. Dus dat zijn toch manieren waarop je niet uh, over dit soort slachtoffers praat. Dat nee. alleen al vind ik wel disqualificerend. Uh, maar een van de redenen waarom mensen ook. Uh, Ongeloofwaardig worden geacht is, omdat deze mensen vaak zelf steeds uh, terugkeren naar de cult, naar het porno- en prostitutienetwerk. Maar dat voert misschien nog wat te ver om daar dingen over uit te leggen. Nou, misschien moeten we dat in dit gesprek niet doen. Mm -hmm. um, ik, ik kan mensen daarvoor wel verwijzen naar de website graag. Um, ja. Ligt op srm.com. Zeg ja. ik uit mijn hoofd. Zegt ja. goed, hè? Ja, we gaan goed. hem ook in de beschrijving zetten hoor. Want Um, ik kan me voorstellen dat wat we nu al uh, behandeld hebben in dit gesprek uh, uh, is veel is. Mm -hmm. Zeker als je als nieuwkomer met dit uh, fenomeen wordt geconfronteerd, uh, komt het wel even binnen, denk ik. Mm -hmm. um, kan ook, ik kan ook niemand aanraden om de website in zijn geheel uh, in één dag te proberen te, nee. uh, tot je te nemen. Um, maar maar ik, ik stel dan voor dat we, dat we nog eens een vervolg doen, waarop we. Bijvoorbeeld dat deel verder uitdiepen. Lijkt me wel heel belangrijk. Want ja. je noemt net ook, staat inderdaad op de website ook een artikel waarom ik Esther geloof. Ja. Uh, dat heb ik expres erop gezet hè, om uh, heel helder te maken welke dingen ik zelf heb waargenomen. Uh, veel dingen ja. weet ik omdat ze mij verteld zijn door delen van Esther. Maar er zijn ook dingen die ik weet omdat ik ze in de loop der jaren zelf gezien heb. Ja. Uh, zoals uh, Zoals foto's uh, die op een gegeven moment. Het, uh, ik heb je beschreven, de website heb je denk ik wel gelezen, dat ik op een gegeven moment ook dreigmails ging krijgen. Ja. Foto's van Martelingen en dergelijke. Ja. Uh, ook om mij af te schrikken. Um, maar ook om um, uh, eigenlijk bij Esther de angst, um, de angst te triggeren, dat dader foto's van haar bij ons terecht zouden komen. Ja. En dat we daarmee naar de politie zouden gaan. Dus ja. Dat soort mechanieken worden ook gebruikt. Ja, om, uh, om dan splitsing te maken tussen een slachtoffer en zijn hulpnetwerk. Hè, en daarin bijvoorbeeld heb ik foto's van haar gezien uh, waar zij. Uh, een van de dingen die ze vaak doen, is de slachtoffers ophangen. Waarin ze inderdaad aan het plafond hangt in een uh, positie die afschuwelijk is. Hè, dus ik noem het even omdat we daar nog niet over gehad hebben: over evidentie. En dat is wel een heel belangrijk stuk. Hè, dit is niet alleen uh, iemand vertelt dat en ik zie met eigen ogen die switch tussen delen gebeuren. Ook dat is waar. En, en ik zie. Dat was, hoe zij vertelt over trauma, dat herken ik uit gewone traumabehandelingen. Maar het is ook wat ik zelf gezien heb. En ja. Dat is maar één voorbeeld ervan. De, 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 het lijkt me goed om, om ja. uh, die diepte te bewaren. Ja. Om te voorkomen dat het inderdaad too much wordt ja, dat is goed. Um, horde één is uh, de motie en wat daar vervolgens mee gebeurt. Ja. Hoe dat uh, onafhankelijke ja. onderzoek ingestoken gaat worden. Ja. En ik uh, spreek je daarna graag weer. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan, tot ziens. Naar aanleiding van dit interview dat afgelopen dinsdag 26 oktober plaatsvond, heeft Aline Terpstra mij benaderd omdat ze van mening was dat twee essentiële punten niet of niet voldoende naar voren zijn gekomen tijdens het gesprek. Ten eerste, de huidige commissie Hendricks beperkt zich tot de aard van het misbruik en een advies voor de opsporing. Onderzoek naar de omvang waar de motie wel om vroeg, is uit de doelstelling van de commissie gehaald. Echter, als er geen zicht is op de omvang van eventuele pedoseksuele netwerken en als er geen zicht is op de vraag welke niveaus van onze samenleving mogelijk bij het misbruik betrokken zijn, dan is een advies aan de opsporing een lege huls. Dan is immers niet duidelijk of er obstakels zijn binnen het politie- en rechtssysteem, en zo ja, welke, die onbevooroordeelde rechtsgang op dit moment potentieel blokkeren. Ten tweede, het is mogelijk dat een deel van de slachtoffers in de huidige commissie zal durven praten. Maar zeker niet zij die getuigen van misbruik door hooggeplaatsten dan wel in elite kringen. En juist hun getuigenissen zijn ook essentieel.